Een roversbende in Rossum. Lang geleden in de late middeleeuwen was het in de Bommelerwaard en ver daarbuiten erg onveilig. Roverbendes beroofden tijdens strooptochten rijke burgers en edelen. Op een dag werd de edelman Maas in zijn eigen huis in Kessel aan de Maas overvallen. Hij werd overvallen en ontvoerd door een roversbende. Maas werd vastgebonden op een paard en door de rovers meegenomen naar de Bommelerwaard. Daar werd hij opgesloten in de kerker van het kasteel in Rossum. De rovers vroegen veel losgeld aan zijn familie. Maas was erg bang, want zoveel losgeld kon zijn familie niet betalen. Daar zat de arme man helemaal alleen in de koude enge kerker. 'S Nachts hoorde hij hem jammeren en bidden. Hij smeekte de heilige moeder Maria om hulp. Het verhaal gaat dat als een monter de touwen waarmee hij vast zat afviel en de deur van de kerker geopend werd. Snel maakte Maas zich uit de voeten. De mantel die hij droeg sloeg hij binnenstebuiten om, zodat hij niet herkend kon worden. Maas hield zich goed verborgen achter de struiken, zodat de rovers hem buiten het kasteel niet zouden ontdekken. Maas liep net zo lang tot hij in het Brabantse stadje Megen aankwam. Daar kon hij zich verstoppen in het kasteel waar de graaf hem beschermde tegen de rovers. Als dank voor de hulp van Maria ging Maas daarna op bedevaart. Hij liep helemaal naar de Sint-Jan in Den Bosch. Hij bezocht het genadebeeld van de lieve vrouw Maria en offerde als dank de touwen waarmee hij vastgebonden zat. Dit wonderlijke ontsnappingverhaal kun je nog steeds lezen in het Mirakelboek in de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch. Einde, groep 6b. Mondjes Zwijsenschool, Kerkdriel.